Hoi, en leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik laten zien hoe je een beveiligingssysteem kan maken met Homey. Hiervoor gebruiken we de Heimdall app. We gaan de Heimdall app een klein beetje doorlopen. En we gaan wat flows maken om echt een alarmsysteem te maken. Dus laten we snel gaan beginnen. Als je de Heimdall app hebt geïnstalleerd, dan gaan we als eerste naar de apparaten tabblad in de Homey app. En dan gaan we een knop toevoegen. Daarvoor ga je naar het plusje rechtsboven in de hoek. Dan zoek je de Heimdall app op. Daar klik je op. Dan zie je hier twee knoppen, alarm en modus. De alarmknop is om een actief alarm te deactiveren. Dus die zou je bijvoorbeeld op de homepagina kunnen zetten, zodat je makkelijk snel het alarm uit kan zetten. Die functie zit ook bij de modusknop. En met de modusknop kan je het alarm inschakelen, uitschakelen of gedeeld inschakelen. Dus we gaan voor nu de modusknop toevoegen. Dus daar klikken we op. Vervolgens klik je op installeren. En dan moeten we eventjes wachten. Dan krijgen we een kleine wizard te zien waarmee we de knop kunnen gaan installeren. Nu zien we hier surveillance staan. Hij is al aangevinkt. Dus we kunnen meteen op volgende klikken. En nu zal de knop ook toegevoegd worden aan de apparaten tabblad. Dus daar moeten we eventjes op wachten. En nu zien we hier de knop staan. Als we erop lang op drukken, dan zien we hier ingeschakeld, uitgeschakeld of deels ingeschakeld. Daarmee kan je de status van het alarm veranderen. We zien hier nog een knop. Hier kan je het alarm mee deactiveren. En we krijgen hier nog een status te zien van het alarm. Dus dat kan je met de statusknop. De modusknop. We gaan nu eventjes naar de Heimdall app om te configureren. Daarvoor gaan we naar de tabblad meer. Gaan we naar apps. En vervolgens zoek je de Heimdall app weer op. En daar klik je op. Dan ga je naar de configureer app. En dan komen we op de instellingenpagina van Heimdall terecht. En dan ga je naar het tabblad apparaten. En vervolgens naar instellingen. Op dit tabblad krijg je alle sensoren te zien die je op Homey hebt aangesloten. En die je zou mee kunnen nemen in je beveiligingssysteem. En je kan je voor elke sensor apart zeggen wat je wilt die je sensor doet. Je kan een sensor laten loggen. Je kan hem zeggen dat hij meegenomen moet worden als het alarm ingeschakeld wordt. Je kan zeggen dat hij mee moet genomen worden als het alarm gedeeltelijk wordt ingeschakeld. En je kan zeggen dat hij vertraagd moet worden. De vertraagd functie is voor als je bijvoorbeeld op de voordeur heb je een sensor zitten. En die wil je vertraagd hebben, omdat als je de deur open doet, dat dan niet meteen het alarm afgaat. Dus daar kan je eventjes over nadenken welke sensoren je dat wil hebben. Dan kan je een paar sensoren aanklikken. Ik zeg bijvoorbeeld volledig de voordeur. En hij moet gedeeltelijk en ik wil hem vertraagd hebben. De gang wil ik bijvoorbeeld bij volledig hebben. En niet bij gedeeltelijk, want als ik s'avonds of s'nachts naar de wc wil en ik zet hem op gedeeltelijk, dan zou het alarm afgaan. Dus dat wil ik niet, die wil ik alleen bij volledig. Een balkondeur wil ik volledig en gedeeltelijk. Zo kan je dus eventjes voor elke sensor kijken wat je wil. De voordeur wil ik bijvoorbeeld alleen gelogd hebben. Daar hoef ik geen melding van te krijgen. En zo kan je dat aangeven. Kunnen we nu eventjes kijken naar de instellingenpagina. Hier kan je eventueel nog andere instellingen doen. Bijvoorbeeld inschakelcontrole, dat hij voor alle sensoren controleert of ze goed zijn. En je kan je ook Homey wat dingetjes laten vertellen. Je kan hem laten aftellen. Je kan laten zeggen dat de toezichtmodus veranderd is. Je kan laten vertellen of het alarm wordt gedeactiveerd. En zo kun je nog wat andere instellingen doen. Dat is helemaal wat je zelf prettig vindt. Dus daar moet je gewoon eventjes kijken wat je wil.
En dan kan je dat hier eventueel instellen. Gaan we nu naar de Flow Editor om wat flows te maken. Oké, we zijn nu in de Flow Editor en we gaan beginnen met een flow om de toezichtmodus te veranderen om het alarm in te schakelen. Daarvoor klikken we op Create a Flow en gaan we de flow een naam geven. Inschakelen. En dan beginnen we bij de als kolom. Je zou hier een knop kunnen toevoegen. Ik heb hier een drukknop van Vibaro. Die zou ik kunnen instellen. En dan zeg ik bijvoorbeeld 3 keer ingedrukt. Ik heb hier ook nog eventjes een ander voorbeeld voor de als-kolom. Als jij bijvoorbeeld een statusknop hebt gemaakt om je huis in een bepaalde status te zetten als je weggaat of thuiskomt, dan zou je deze hier ook kunnen toevoegen zodat het alarm automatisch wordt ingeschakeld als jij bijvoorbeeld weggaat. Naar de en-kolom en dan ga ik heimbel opzoeken. En dan zeg ik toezichtsmode is. En dan verander ik de waarde in de rechterkolom in uitgeschakeld. En vervolgens ga ik naar de dan-kolom. Dan zoek je de surveillanceknop op die we hebben toegevoegd net op het apparatenpagina. En dan zeg je stel toezichtmodus in op ingeschakeld. En dan klik je op save. De flow die we nu hebben gemaakt is dat als je 3 keer op de knop drukt, in mijn geval dan, en de toezichtmodus is uitgeschakeld, dan stelt hij de toezichtmodus in op ingeschakeld. Dus dan zal het alarm volledig worden ingeschakeld. Nu willen we ook een flow maken waarmee we het alarm weer kunnen uitschakelen. Dus we gaan weer een nieuwe flow maken. Nu klikken we links onder in de hoek op nieuwe flow. En dan zeggen we uitschakelen. Nou voegen we weer de knop toe die we hebben gebruikt. Want ik zou bijvoorbeeld een knop bij de voordeur kunnen maken die je kan gebruiken om het alarm in en uit te schakelen. Dus dan zeg ik weer drukknop. Ik zeg, net zoals in het andere voorbeeld, kan je ook hier in de als-kolom weer een andere kaart inzetten. Mocht je toevallig een statusknop thuis hebben, dan zou je die hier heel goed kunnen toevoegen. En als de status thuis wordt geactiveerd, dat dan automatisch het alarm wordt uitgeschakeld. Weer 3 keer ingedrukt. En hier vul ik weer de heimbel, yep. Dan zeg ik toezichtmodus is en dan zeg ik ingeschakeld, dus kan ik zo laten staan. En dan gaan we door naar de dan-kolom. Daar gaan we weer de surveillance knop toevoegen die we net op de apparatenpagina hebben toegevoegd. En dan zeggen we stel toezichtmodus in en nu zeggen we uitgeschakeld. En vervolgens klik je weer op save. Dus als ik nu 3 keer de knop indruk en de toezichtmodus is ingeschakeld, dan zal die het alarm uitschakelen. Zo kan je er ook nog eentje maken voor deels inschakelen. Zou je maar alleen die knop misschien op 4 keer moeten zetten. Oké, nu hebben we 2 flows gemaakt om het alarm in en uit te schakelen. Maar nu gaat er nog niet een sirene af en die willen we natuurlijk ook gaan maken. Dus we klikken weer op linksonder in de hoek op nieuwe flow. Geven we deze weer een alle naam. Alarm actief. En dan gaan we beginnen in de als kolom. Gaan we weer heimbel opzoeken. En dan zeggen we
het alarm is geactiveerd. Even kijken, deze. En vervolgens gaan we naar de N-kolom. Toezichtmodus is, selecteren we daar, zeggen we ingeschakeld. En dan kunnen we hier bijvoorbeeld je sirenes toevoegen. Dan kan ik zeggen, zet sirene aan. Ik vind het ook wel makkelijk om een berichtje op de telefoon te krijgen. Dus zeg ik mobiel, zeg ik stuur pushbericht. Je zou even ook Telegram kunnen gebruiken of pushover. Dat is net wat jij prettig vindt. Selecteren we hier een gebruiker. En zeggen we als tekst, het alarm gaat af. En je zou eventueel nog meer dingen hier in de dan-kolom kunnen toevoegen. Dat is net wat je prettig vindt. Klik er eerst even op save. En de flow die we nu hebben gemaakt is als het alarm is geactiveerd. En de toezichtmodus is ingeschakeld. Dan zet de sirene aan en stuur een berichtje. Nou moeten we ook nog een flow gaan maken om het alarm weer uit te schakelen. Dus we klikken weer links onder in de hoek op nieuwe flow. En vervolgens gaan we beginnen met een naam. Alarm inactief. En dan gaan we in de als-kolom beginnen. En dan doe ik weer een knop op. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik wil hem 5 keer indruk. En we gaan de Heimdall even opzoeken. Heimdall, dan zeg ik alarm is actief. Dan zeggen we deactiveer alarm. Klik je op save. Dus nu hebben we een flow gemaakt dat als ik de drukknop 5 keer indruk en het alarm is actief, dan zal die het alarm deactiveren. Je kan ook, zoals ik net al zei, de alarmknop van de Heimdall app op de apparatenpagina toevoegen. Dan kan je hem ook deactiveren. Maar nu heb je een hardwarematige knop gemaakt in deze flow waarmee je het alarm zou kunnen deactiveren. Zo maak je dus een alarmsysteem met Homey en Heimdall. Mocht je nou nog vragen hebben, laat ze even achter in de reacties. Vond je dan een leuke video, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.